Hi, hi Waterman. Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 26. En het is van maandag 24 juni tot en met zondag 30 juni. En als dan de kaart is goed om te kijken wat deze week voor jou in petto heeft. Dan lijkt het Waterman alsof het een warme, vruchtbare week gaat zijn, waarin je zeker een bepaalde groei gaat hebben. Maar je hebt het er nog wel moeilijk mee dat je daarvoor bepaalde dingen hebt moeten afsluiten of moet gaan afsluiten. En dus er liggen eigenlijk twee dingen. Het lijkt je echt voor de wind te gaan. Het lijkt ook echt alsof je het accepteert zoals het komt. En dat je eigenlijk heel blij bent met alles wat er gebeurt. Maar er is een stukje waar je mee moet breken. En dat vind je nog een wat moeilijk verhaal. Hè? Dus je kiest er heel bewust voor om die stappen wel te maken. Maar het daadwerkelijke ook echt van genieten en weten waarvoor je het doet, of helemaal achterstaan, dat kan je nog niet helemaal. Ik heb wel het idee dat op het moment dat je het eigenlijk uitgesproken hebt en het laten zien hebt en misschien wel verteld hebt waarom je bepaalde dingen hebt gedaan, kun je er echt van gaan genieten en weet je ook waarvoor je het gedaan hebt. Echt met je hart, om het zo te zeggen. En dan zul je dat gevoel ook wat meer gaan toelaten. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.